Hoe zit dat nou eigenlijk? Wat is gezonder? Zonnebloemolie of kokosolie? Zonnebloemolie is gezonder dan kokosolie. Zonnebloemolie staat wel in de schijf van 5 en kokosolie niet. Een beetje kokosolie of vet kan heus geen kwaad, maar het bevat veel verzadigd vet. Dat verhoogt je LDL-cholesterol en dat vergroot weer de kans op hart- en vaatziekten. En ja, dat is wetenschappelijk bewezen. In tegenstelling tot veel andere verhalen die erover rondgaan. Zo zou kokosolie bacteriën doden, goed zijn voor je weerstand en helpen met afvallen. En of dat echt zo is, is niet met zekerheid te zeggen. Nog even over zonnebloemolie. Die bevat juist veel onverzadigde vetzuren. Stukken beter voor je cholesterolgehalte en dus gezonder. Voor al je eetvragen ga je naar voedingscentrum.nl. Beter weten, beter eten.